Hoi! Vandaag heb ik een leerzaam filmpje voor jullie. Namelijk hoe je niet voor potplanten moet zorgen. Aan deze kan je het misschien al zien. De dode kruin, de verzameling dode bladeren. Misschien dat hij er vanaf deze afstand eigenlijk wel nog acceptabel uitziet. Maar geloof me, van dichtbij dus niet. Ik ben een expert in het hoe je niet voor potplanten moet zorgen. Dus leek het me leuk om daar een keer een filmpje over te maken. Eigenlijk vooral zodat jullie weten wat je niet moet doen als je een potplant in leven wil houden. Zodat jullie hopelijk misschien niet mijn fouten ook nog eens een keertje precies hetzelfde doen. Dus ja, laten we beginnen. Eén ding wat potplanten nodig hebben is een goede pot, zoals deze. Beetje ruim voor de binnenpot, maar het werkt. En deze pot die daadwerkelijk mooi en steen is en past. Mooie, chique pot. Wat minder goed is, is een vaccinelichthoudertje met wat vershoutfolie. Het werkt. Of deze die gewoon compleet potloos is, omdat ik echt geen enkele manier kon bedenken om anders via zijn bodem water te geven. En dan hebben we nog het puntje water. Cactussen zijn super makkelijk, die kan ik zelfs niet dood krijgen. Tenminste, ik denk dat ze nog leven. Het is moeilijk te beoordelen bij cactussen. Geef ze gewoon geen water en het gaat prima. Deze is de andere kant op, deze kan je juist zoveel mogelijk water geven, zolang je het maar via de bodem geeft. En niet via de bovenkant, geen idee waarom precies, dan gaat hij rotten schijnt het. En natuurlijk in de kelkjes. Wat nog best lastig voor elkaar te krijgen is trouwens, met zo'n kleine ingang. In tegenstelling daarvan hebben we de Dracaena's hier zo. Ja, dat is een wat minder prettig verzorgmethode. Je geeft ze namelijk of te veel water of te weinig water en dan is dit het resultaat. Zo slecht dat mijn camera er niet eens op wil focussen. Ik weet nog steeds niet wat er mis mee is, want als ik ze water geef, gaan ze dood. Als ik ze geen water geef, gaan ze dood. Allebei, ja. Sterker nog, in die pot zitten er 3. Ik heb dus 4 stuks die dood het gaan zijn aan of uitdroging of overwatering. Ik heb geen flauw idee. Nog een belangrijk punt is licht. Een goede methode is om de planten bij een raam te zetten. Natuurlijk wel, zoals die middelste, dat is een pitcher plant. Die wil niet in direct zonlicht. Cactussen mogen in direct zonlicht, Dracaena's ongeveer volgens mij. En ik weet van dat andere plantje met die bladeren niet eens wat het precies is. Dus die staat er maar gewoon tussen. Een slechte methode is in het midden van de kamer waar het donker is. Hier staat een plant in en ja, weet je wel, het raam is helemaal daar. Dan heb je de plantenpot helemaal daar. En het resultaat is te zien. Rust in vrede plant. En tenslotte hebben we nog het puntje temperatuur. Een constante gemiddelde temperatuur waarin het niet vriest en ook niet te warm is, is perfect. Ja, ik woon op een zolder waar ook wel eens lekkage is geweest. Is allemaal opgelost, maar in ieder geval in de winter is het er ijzig koud en in de zomer is het er bloedheet. Vind ik wel prettig, maar de planten klaar blijkelijk wat minder. De Dracaena's zijn er duidelijk niet blij mee. Dat plantje van ik niet weet wat het is niet. Tot nu toe doet de pitcher planten toch prima. En gek genoeg, de enige die ermee lijken te dealen zijn de cactussen. Die zijn echt niet dood te krijgen. Nou, dat waren dus mijn tips en tricks en manier om planten per ongeluk heel snel om zeep te brengen. In conclusie, we kunnen ervan uitgaan dat het een mirakel is dat in ieder geval de pitcher plant nog leeft. Hopelijk doet hij dat nog tot de zomer, maar ja, ik vrees dat het, hij doet het nog steeds goed. Laten we het daarop houden en de rest zal denk ik voor de zomer wel de pijp uit zijn. Op de cactussen na, ik denk dat de conclusie dus eigenlijk is dat kennelijk vleesetende planten en cactussen de enige dingen zijn die bij mij in leven blijven. Oké. In ieder geval hoop ik dat jullie wat dat filmpje gehad hebben. Dat het in ieder geval amusant was om te kijken. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!